In de halve finale was het Duitse team te sterk voor Oranje. Robert Kemperman speelde zijn 100ste interland en gaf een korte reactie. Nou, 100 is altijd speciaal natuurlijk. En hier in de halve finale had ik graag gewonnen, ja. Ja, Stefan, natuurlijk grote speler, alles gewonnen. En was zeer vereerd dat hij mij de bloemen gaf, jazeker. De wedstrijd was niet goed van onze kant. We hebben veel te weinig gebracht, denk ik. Zij hebben het ook gewoon goed gedaan. En, die mandekking die is hard. En daar moet je gewoon mee leren omgaan. En kunnen incasseren en dan toch zorgen dat je eromheen hokkiet of een overtreding haalt en dan door kan hokje. Ik denk dat wij gewoon even goed moeten kijken hoe wij creatiever toch aan de bal kunnen komen. En ja, ook voor de volgende wedstrijd om daar toch creatiever en toch meer ons spel tot einde te laten komen.